Zelfs aan sneeuw ontbrak het niet tijdens de jaarlijkse lampionnenoptocht ter gelegenheid van de opening van de kerststal. Ondanks de diefstal van Maria vorig jaar was er nu toch weer een mooi aangeklede Maria, dankzij de bijdrage van Floor Vogels. Het is in die 12 jaar tijd is het uitgegroeid tot een happening van rond de 1000 bezoekers. 400 kinderen, 600 volwassenen. De klutjes die elk jaar belangeloos komen spelen met kerstliedjes. De dommelklanken die elk jaar gratis komen zingen. En het is een happening waar heel Roy van kan genieten. Vorig jaar was onze Maria, die hadden ze net de laatste dag dat de kerst al open was, of les de nacht, dat we op zouden ruimen. Toen kwamen wij 's morgens hier en een gat in het hek en onze Maria was meegenomen. Floor Vogels van Bond Floor, die heeft zich aangetrokken en op een gegeven moment nam die contact met een van onze mensen op van ja, dit vind ik dus echt niet leuk en ik wil dat er een nieuwe pop komt en ik heb stof en ik heb naaisters. Ze kwamen eerst bij mij en toen wist ik niet dat ze kwamen voor het Maria beeld, want toen wilden ze lapjes stof en toen heb ik gewoon een zak met lapjes, restjes meegegeven en toen kwamen ze naar de hand met de pop. Ik denk, jeetje, dat is veel te weinig. Dus toen bedacht ik dat ze stof uit mochten kiezen om Maria aan te kleden. En zometeen gaan we de kersthal voor geopend verklaren. De opening van de kersthal zal gedaan worden door mevrouw Floor Vogels. Wat je allemaal ziet? Ja, Jezus, Zilver, Jozef en Maria. Hartstikke mooi. En wat vind jij ervan? Mooi. Mooi. En vertel eens wat jij gezien hebt vanavond. Een engel, de drie koningen, een schaap, de herder.